Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Expert Bokstel, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Stage Event Equipment, Bos Wijnkopers en Tuincentrum Bokstel. We hebben vanavond een speciale kerstuitzending bij Dommeland Live met Jolé, superleuk. We hebben toneelgroep Liemde, die zorgt voor een Charles Dickens-stijl. We gaan speciaal kerst koken met Niels Snaphaan. En we hebben Kamerkoor Ratatouille, die zorgt voor de muzikale omlijsting. En we hebben ook nog een videoboodschap van onze burgemeester Mark Buijs. En Mr. on Ice, Mark van der Moosdijk himself, is hier over Boksel on Ice natuurlijk. En we spreken met Frans Kapteins en onze presentatrice Caroline van der Hoeven over Boksel natuurlijk. Het is vandaag dinsdag 20 december. Welkom bij Dommeland Live. Ja, en ik sta hier bij Joost van Vught en Jessie van Loo. Fluiten, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, goedenavond. Jullie zijn helemaal in de Charles Dickens-stijl. Ja, klopt. Ja. Nou, jullie zijn, het is natuurlijk gevraagd. Jullie zijn van de toneelclub Liemd. Ja, ja, helemaal waar. En binnenkort hebben jullie een voorstelling, Jessie. Vertel eens. Ja, dat klopt. Wij hebben 12, 13 en 14 januari een voorstelling in Liemd. Nou, horen wij daar niks van. Ja, we zouden iedereen natuurlijk graag willen uitnodigen om te komen kijken, want het wordt hartstikke leuk. Ja, dat lijkt mij ook. Joost, wat ga je doen? We gaan een avondvullend stuk spelen, een komedie. En het gaat over een pasgetrouwd stel. Ja. En die spelen wij. Ja. We spelen in een appartement. En uiteindelijk komen er allemaal familie, schoonouders op bezoek. En dan is het opeens een heel ander tafereel en loopt alles een beetje uit de hand. Nou, straks horen we daar nog meer over, want ik ga ondertussen naar deze mensen die heel mooi staan te zingen. Ja. Zie jullie zo. Veel plezier bij het warme eten. Ja, dankjewel. Mag ik even inbreken? Hallo, hallo. Jullie staan hier ontzettend... Ja, jullie houden ook meteen op. Wat een... Is dit een braaf koor? Ja. Oh, okay. De dirigent is belangrijk. Dirigent geeft het aan, hè? Kamerkoor Ratatouille, nou superleuk dat jullie hier zijn. Het is heel koud. Jullie hebben onlangs, volgens mij vorig weekend, opgetreden in Billywoodkerk in Es, waren jullie er? Theresiakerk in Dennisheuvel. Ik zat er helemaal naast. Ja, dat kan. En vertel eens, wat was het voor een avond? Het was een gezellige, leuke avond met mooie kerstmuziek, met een dameskoor uit Gorinchem. Ja, volle kerk gehad. Prachtige, ja, nogmaals, prachtige liederen. Iedereen was tevreden en naderhand een lekkere borrel. Kijk. En kerst kon beginnen. Ja. Ja. Dus wat dat betreft... En genoten van het repertoire? Echt wel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, natuurlijk. Voor het grote koor. Nu hebben we Kees als dirigent, ook een goede dirigent. Maar... Ja, ja, ja. Wij komen straks weer terug. Het is geweldig dat jullie hier vanavond komen zingen. Volgens mij mag daar nog een fikkie in. Maar dan gaan we nog wat doen. Veel plezier buiten, want wij schakelen over naar Claudia binnen. Het beweegt het heel veel. Oeh, we zijn inmiddels in beeld. Ik weet helemaal niet op welke camera, maar dat maakt helemaal niet uit. Hi. Hey. Helemaal goed. Hi Niels. Goedenavond. Oh, ik zal mijn microfoon erbij houden, want jij hebt geen geluid. Nee. We willen je wel goed kunnen horen. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Jij bent onder andere kok bij het Hof in Liemd. Ja, ja. Maar ik zeg onder andere. Want ik heb begrepen dat jij ook nog operationeel bedrijfsleider bent. Ja, ik doe eigenlijk van alles. Ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen. Alleen maar leuke dingen. Ja. Maar vertel de kijkers eens wat die leuke dingen dan precies zijn. Nou, ik zorg samen met Joep en Peter en het hele team dat alles bij het Hof, dat we lekker eten hebben, dat het restaurant er mooi uitziet, dat we leuke nieuwe dingen verzinnen. Ja. En we doen lekker koken met z'n allen. En lekker koken. Ja, want dat gaan we vooral ook vanavond doen. Wat ga jij vooral voor ons maken vanavond? Nou, ik heb een beetje een kerstmenu, ons kerstmenu in het klein nagemaakt. Oké. Okay. We gaan beginnen met een lekkere gerookte zalm. Ja. Yeah. Die gaan we hier in de studio gewoon klaarmaken voor jullie. Ja. Yeah. Dan hebben we als hoofdgerecht heel langzaam gegaard varkensvlees. Oké. Okay.
En dan een toetje hebben we straks buiten, dan houden we nog even als verrassing. Dan houden we nog even als verrassing. Dat is ook altijd leuk, ja. Hè? Dat is altijd leuk. Ja. Hey, waar moet je nou op letten, hè? Als je nou, want de meeste mensen zullen wellicht niet zo'n hele grote zalm thuis in de keuken hebben liggen. Wat kunnen mensen nou, waar moeten mensen nou zeg maar op letten nog als zij hun kerstdiner gaan klaarmaken? Nou, ze moeten denk ik er goed voor zorgen dat ze zich niet gaan, dat ze zichzelf niet te moeilijk gaan maken. Okay. Want het moet vooral heel leuk zijn, toch? Ja, ja zeker waar. En kerst is natuurlijk maar één keer per jaar, dus zorg dan als je koken leuk vindt dat je een keer uit de bocht vliegt, zou ik zeggen. Yeah. Maar goed, het belangrijkste is gewoon, denk ik, hou het gewoon leuk. Koken moet leuk zijn, koken moet niet moeilijk zijn. Ja. En ik denk dat we dat met dit menu dadelijk wel heel goed kunnen gaan laten zien. Oké. Wat heb je verder nog hier? Want er ligt van alles. Nou, ik ben niet van het koken. Ja, natuurlijk verse kruiden, want wij gaan nu heel erg met de ambacht aan de gangen. Dus met je handen werken. En ik vind dat daar bijvoorbeeld ook heel veel lekkere kruiden bij horen. Dus ik heb... hier Italiaanse peterselie, rozemarijn, kervel, bieslook ligt daar nog, tijm, uien natuurlijk, dus de basis van iedere saus. Elke maaltijd begint met een uitje volgens mij. Yeah. Knoflook, die hoort er hier ook heel erg bij. Ja. Nou, lekker wat bietjes zitten in het seizoen. Ja. Ja, het ziet er erg goed uit. Ik verheug me er erg op. Wij komen straks weer bij je terug. Ja, leuk. Ik ga aan de gang. Ja, we zien het graag. Oké. Gaan we terug naar Jolene. In de studio zit Mark van der Moosdijk, de baas van meneer Van Dommelen in Bokstol. En initiatiefnemer van Bokstelon Ice. Van harte welkom, Mark. Goedenavond. Jij bent nu eigenaar van meneer Van Dommelen. Hoe kunnen we jou het beste omschrijven? Ben je een kroegbaas, een uitbuiter, een organisator? Eigenlijk van alles wat. Met meneer Van Dommelen is zeg maar lunchdraaien, koffiedrinkers, van alles wat. En daar omheen hebben wij nog s'avonds een borrel, dat je gezellig kunt komen borrelen in de gelegenheid. En zo'n evenementje organiseren als Bokstel Nuis doen we ook nog bij. Evenementje? Ja, het is een heel evenement eigenlijk. Maar... Ik vind het nogal wat, hè? Ja. Moet ergens mee beginnen, hè? Ja, precies. Die mensen hebben we nodig, hè? Ja, er zijn toch veel mooie evenementen in Bokstel, hoor. Maar in de winter is dit wel een hele mooie toevoeging, hè? Voor Bokstel, denk ik. Ja. We komen daar straks nog heel even op terug. Want je bent altijd kroegbaas geweest van Markzicht. Klopt. Waarom ben je daar weggegaan? Je kunt maar in een keer hoe zaak verkoop is, men altijd geleerd. En er kwam nou iemand op mijn pad die mijn zaak wou overnemen. En dan moet je vertrekken, is men altijd geleerd. Oké, goed. Ja, nou ja, goede beslissing geweest. Ja. Je bent uiteindelijk nu, heb je het pand aan de Zwaanse Brug overgenomen. Klopt. En heb je de naam meneer Van Dommelen het gegeven. Hoe kom je bij die naam? Nou, wij zaten eigenlijk op een vrijdagavond bij mij nog bij Markzicht aan de bar met een aantal dames en heren. En toen was het eigenlijk een balletje voor het bekend dat ik het zonnetje over ging nemen per 1 april. En dan moest ik nog een nieuwe naam op, vond ik. Want als ik aan het zonnetje dacht, dan dacht ik bij achter de oude ketting aan de school die er gezeten had vroeger. Oh ja. En, Celissen. Ja. En toen kwamen we eigenlijk bij meneer Van Bommel, riep hier iemand. Ik zeg, nee, het wordt meneer Van Dommelen, want we zitten aan de Dommel. En zo is je eigenlijk geboren, de naam. Oké. En het is nogal een project wat je hebt neergezet, zullen we maar zeggen. Het is niet, het is geen klein iets. Als je iets doet, moet je het meteen goed doen. Meteen rigoureus verbouwd, zeg maar, een andere uitstraling aan het pand gegeven. Mm-hmm. Dat ze een beetje moderner was een beetje oudbollig fort, zeg maar. Okay. Nieuw jasje erom, nieuw eigenaar en nieuw evenement erbij. Ja, en een van de evenementen is de Bokstelon schaatsbaan. Ice, ja. Hoe kwam jij nou op dat idee? Dat is, ik vind dat altijd eigenlijk best een gekke idee, vraag. Want je krijgt een idee of je krijgt het niet. Ja. Dus vertel eens, hoe ging dat, ijsbaan? Al ooit op de markt geopperd om een ijsbaan en een keer bij de gemeente geweest. Dat was moeilijk in verband met de weekmarkt. En dan moet het toch met z'n allen doen. En dat is toch best moeilijk af en toe. En nou kreeg ik de kans bij meneer Van Dommelen. Er ligt een hele mooie parkeerplaats om het in mijn eentje te doen. En die kans heb ik gegrepen. Knap gedaan, Mark. Maar dan is er een plan en dan moet het... dan moet het uitgevoerd gaan worden. Wat is dan de volgende stap? Pak je zoiets aan? Je begint met een idee en je gaat ook huiswerk doen. Je gaat bij andere schaatsbanen informeren. Voorheen hadden we het centrum in Jefferstraat. Die legt een ijsbaan in Gelder op. Daar heb ik heel veel informatie bij ingewonnen. In Vught bij een kastelein informatie ingewonnen. En zo bij diverse gemeentes. Mm-hmm. En dan gaat het toch maar beginnen. En dan gaat er informatie opvragen van een ijsbaan. En dan een tent erbij. En dan moet het programma komen. En diverse partijen sluiten aan. En, dan, en met wat voor instanties krijg je dan allemaal te maken?
Want ja, ik neem aan dat je dat niet zomaar neer kunt leggen. Nee, we zijn eerst aan tafel gaan zitten bij de gemeente en die werkte volledig mee. En die hadden leuk idee en we gaan kijken wat er mogelijk is. En dat was even wachten op de vergunning. Die is gelukkig verleend. En, waren daar nog veel haken en ogen aan dan? Of? Valt op zich wel mee, maar goed. Mm-hmm. Het is iets nieuws. Een totaal best groot project van 26 dagen lang. En waar best veel haken en ogen aan zitten parkeren. Waar gaan de auto's naartoe, de fietsers? En, ja, want dat parkeren was natuurlijk al een dingetje. Hè? En dan, ja, één geluk dat net van tevoren blauw is geworden. Dat is wel heel prettig voor ons aan de Zwaansebrug. Ja. Je merkt ook wel aan drukte qua parkeren. Mm-hmm. En het wordt ook gelukkig door heel het centrum omarmd, de ijsbaan. Dus mooi hoor. Die paar parkeerplaatsen die we nu missen, dat was geen probleem. Kijk. En je krijgt natuurlijk ook te maken met, dan heb je dat idee, je bent de instanties ben je langs geweest, je weet ondertussen wat je moet doen. Dan krijg je ook te maken met veiligheid, neem ik aan. Wat zijn zo, kun je ons een paar dingen noemen? Want de meeste mensen thuis hebben geen idee hoe dat, wat daarbij komt kijken eigenlijk. Ja, dan gaat een plan schrijven van wat ga je doen en waar zijn de dagen dat je open wilt en de veiligheid. En bij mij was het belangrijkste punt veiligheid boven alles. Want je gaat met kleine kinderen werken en je wil niet op een geweten hebben dat er iets gebeurt. Mm-hmm. Dus we zijn een plan gaan schrijven. Daar kwamen bouwhekken om de ijsbaan, zeg maar. Dat is bewust gedaan dat de kinderen niet de straat op kunnen rennen. Oh, okay. Tevens bij de ingang staan dranghekken. Daar ze ook niet van tevoren de straat. Yeah. Fietsparkeren kort bij. Yeah. Dat alles, zeg maar, in goede banen geleid wordt. Mm-hmm. De zijden zijn bewust afgesloten. Zeg maar voor het verkeer wat langs rijdt, is een van de drukste kruispunten met fietsers en auto's, zeg maar, in Bokstel van het centrum. Dus bewust zijn de zijkanten dichtgemaakt in goed overleg met de gemeente om de veiligheid te waarborgen. Okay. Het is niet het mooiste gezicht misschien aan de buitenkant, maar het is puur voor de veiligheid dat we daarvoor gekozen hebben. Ja. En het is een groot project. Oh, kijk eens aan. Ondertussen lekker wijntje erbij. Dankjewel. Het is een heel groot project. Het gaat tenslotte, het gaat ook geld kosten. Het kost geld. Hoe heb jij die financiën rondgekregen? Er was een budget, een stimuleringsbudget. Bij de gemeente stond open. Een verzoek voor ingediend. Daar is ook een mooi bedrag van toegewezen. Ja, wat was het? 10.000 nog wat? 20.000 euro totaal. 20.000 euro. En waar 5.000 relevant van sowieso moet zijn. Dus dat betekent? Euro, die moet sowieso terug. Ja. En het liefste, als er meer terug kan, ook meer terug. Mm-hmm. Maar dan ben je er nog niet, nee, denk ik, lang niet. En zo diverse sponsors die ze eigenlijk aangesloten hebben. Eigenlijk gewoon allemaal die mij benaderd hebben. Ik ben eigenlijk helemaal niet op pad geweest. Zo. En de mensen die er eigenlijk aansluiten, Brabants Centrum en zo diverse partijen meer. En zo tot een mooi iets kunnen komen. En je bent natuurlijk een ondernemer puur sang. Je werkt ook graag samen, hè? Dat kunnen we overal lezen. Kom je er een beetje uit die kosten? Want er gebeurt zoveel, er zijn zulke mooie evenementen. Maar ik zie dan de installatie staan, licht, geluid. Voor mijn gevoel komt er steeds weer wat bij. Ga je het redden, denk je? Ik hoop van wel, maar dat is niet de belangrijkste zaak dat we het gaan redden. Okay. Eerst zorgen dat er een mooi evenement komt te staan. En waar eventueel voor meerdere jaren herhaling vatbaar is. Mm-hmm. En die kosten, daar komt van eigen vloei terug. Is dat niet meteen, dan is het wel door het jaar heen, zeg maar, in omzet, in uw zaak, dat de goed wel voor meneer Van Dommelen hoger wordt, zeg maar. Dat de mensen zeggen, we gaan daar een keer naartoe. Ja, je hebt natuurlijk een te gek initiatief weten te realiseren. Ja. Want heel Boksel praat erover, hè? Gelukkig dus dat wel. Is hartstikke en mooi. Allemaal positief, gelukkig. Dus dat is heel mooi. Nou, prachtig. Laten we maar eens even gaan kijken, want we hebben hele mooie beelden. En dat is een zogenaamde timelapse van de opbouw van Bokstel on Ice. Ontzettend mooi om te zien. Gemaakt door leerlingen van het JRL. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ex-leerlingen van het JRL ondertussen. Okay. Ja.
Dat is Amperia, die doet eigenlijk zeg maar lichtgeluid en video hoofdzakelijk. En die hebben mij persoonlijk benaderd, God, mogen wij, kunnen wij iets van een aftermovie of iets doen voor Boksel on Ice tegen een ruil reclame voor ons bedrijf? Ja, ik zeg dat kan. En zo hebben we er eigenlijk ook kosteloos aangesloten om diensten te doen voor Boksel on Ice. En gaan zij nog meer timelapse We hebben zeg maar van de eerste dag, de vijf dagen opbouw die we hebben gehad, zeg maar, die hebben we allemaal timelapse van gemaakt. Die staan allemaal online op Boksel on Ice. Ja. Er is een aftermovie al gemaakt zeg maar, van de opening. Die moet nog online komen te staan. En zo van diverse Fashion on Ice. Het kerstgala waar afgelopen zaterdag is geweest. En zondag zijn de Dorini's geweest. Daar worden allemaal kleine aftermovies door hun van gemaakt. Oké, ja, erg mooi. Nou zijn we in de tent geweest. Het ziet er fantastisch mooi uit. Je hebt, je noemt al een aantal evenementen die geweest zijn. Ja. Gaan er nog evenementen komen? Nou is deze week het schoolschaatsen nog. Tot en met donderdag. En dan is het echt puur op het schaatsen gericht. Dat de kinderen ook volop kunnen schaatsen. Want daar is toch om te doen. Ja. En derde kerstdag, dinsdag is daar volgens mij, is een ijshockeyclinic nog. En dat is een van de dingen die nog gaat gebeuren bij Boksel on Ice. En dat zijn dat dan ook mensen, want hij, je vertelde net al heel even van, ja, er zijn vooral mensen die, ja, ga er maar even voor door, ook prima. Ook vergeten wijn. Dat kan. Maar je gaf al aan, er zijn mensen die vooral jou benaderd hebben. Geldt dat voor de evenementen die worden gehouden ook, of ben je daar wel voor op pad geweest? Nee, die zijn eigenlijk allemaal zelf aankomen waar je hebt. God, we hebben een idee, is er iets voor op de ijsbaan? Ja, dan zijn we samen gaan kijken of het past in... het idee waar ik achter Boksel on Ice had. Sommige dingen zijn, hebben we niet gedaan en sommige dingen wel. En er zijn mooie dingen uit voortgekomen tot nu toe. Ja, ja. Is het nou, heb je nou al de kriebels dat je denkt van ik ga volgend jaar ga ik het gewoon weer neerzetten? We zullen eerst zorgen dat dit jaar een succes wordt. En goed afsluiten zonder dat er iets gebeurt. En dan kunnen we altijd kijken voor volgend jaar. Als het aan mij ligt wel, in ieder geval. Ja. Ja, ik mag even heel veel. Ja, zijn er al botbreuken? Ik heb zoiets met die. Ja, nee, ja, met je die kinderen. En die, en de, ja, nou, dat ijs is snoeihard tot nu toe. Alles safe. En, ja, een paar pleisters daar ze een vingertje openhalen of iets aan de schaats. En daar was het gelukkig. Oh, gelukkig. En ik hoop dat het ook zo blijft in ieder geval. Ja, super. Ik wou net gaan zeggen met de koude bevriezingsverschijnselen. Maar dat. Want het is aardig koud. Er staat geen kachel aan. Ik neem aan dat dat ook niet kan. Hoe vinden de mensen dat? Om, Ja, op het stuk waar ze kunnen recreëren staan wel kachels brand, maar op het ijs is het echt steen en steen koud. Ja, dat geloof ik, dat geloof ik. Oké, nou dankjewel in ieder geval voor jouw komst. En nou ja, goed dat de schaatsbaan in ieder geval voorlopig nog eventjes dienst mag doen. Voor heel veel plezier en voor alle kinderen en alle bewoners van het Bokselse. Mocht je zin hebben, kunnen tot 8 januari om schaatsen in ieder geval. Vind ik wel een goeie. Hartstikke leuk. Ik vind het een super initiatief. Ja, dankjewel. Ik ook, dankjewel. We gaan... ik ga, hè? Jij gaat. Ja. Ik ga naar Niels. Ga jij naar lekker? Ik ga naar Niels. Ga je de voordeur achter? Ik heb geen idee. Ik ben al hier. Dat is helemaal goed. Dan ga ik even met mijn wijntje beginnen. Goed. Ik ga voor alle camera's. Ja, maar 3. Ik heb nog een wijntje, schrik. Ik sla even over. Ik zit alleen even te kijken. Heb ik een microfoon voor jou? Oh, die ligt hier. Kijk, helemaal geweldig. Wat ben je aan het doen, Niels? Ik ben nu zalm aan het roken, dus die lag net hier. Oh, wauw. Die heb ik komen even eraf halen. Ja. Kijk eens. Zo, mooi zeg. Dus we hebben gewoon zout en peper op gedaan. Verder helemaal niks. Onderin de in een rookoven ligt wat rookmot. Eikenhout in dit geval, dus dan krijg je echt die klassieke rooksmaak. Wat zei je nou, eikenhout? Eikenhout. Eikenhout. Ja. Oh, dus ja, ik ruik het. Heerlijk. Ja, lekker, hè? Maar even kort terug. Dit lijkt een dingetje wat je eigenlijk thuis ook zou kunnen gebruiken. Absoluut, absoluut. Wow. Ja. Ja? Ik ken ook veel mensen die hem gewoon thuis hebben staan. Ja, ideaal. Snap het. Maak ook eens een keer iets met gerookte kip bijvoorbeeld. Hè? Lekker. Een kipfiletje lekker roken. Of ik had laatst bijvoorbeeld een varkensaasje gerookt. Ja. Dat is toch net weer even wat anders dan, heerlijk, heerlijk. Dan dat je het normaal zou eten. Hè? Dus die wordt lekker gerookt. Nou, daar hebben we dan wat chokia bietjes bij. Ah, die zijn keigaaf. Wil je dat nog een keer zeggen? Chokia bietjes. Die zijn mooi. Kijk, die kleur, die is zo gaaf. Kijk, en nu als die rauw is, heb je dus mooi die marmering. Mag ik eens ruiken? En je kunt er echt 100.000 dingen mee doen. Je kunt ze koken natuurlijk, maar ja, dan verliezen ze wat kleur. Dan worden ze wel heel mooi lichtroze. Je kunt ze in het zuur leggen, dan krijg je mooi zoetzuur van bietjes. Ja. Dan houden ze heel mooi de kleur en dat past perfect bij de zalm. En dat gaan we dadelijk ook doen. Mooi. Dus die komen bij de bietjes.
En dan heb jij nog iets speciaals, hè? Meen ik, over iets met inbinden. Ja. Ja. Nou, dat is het hoofdgerecht. Ja, inderdaad. Het hoofdgerecht. Even kijken. Oh, die heb ik hier liggen. Ja. Ja. Even een ander plaatje erbij. Oops. Het ruikt heerlijk trouwens hierboven. Mm, wat kijk, heb dus je voor moois? Een stukje varkensvlees. Dit noemen ze een secundaire cut van het varkensvlees. Dus een secundaire snede van het vlees. Ja. En als je met wat liefde en aandacht maak je er gewoon iets super lekkers van. Okay. Wat ik net heb gedaan is, ik heb hem in het midden ingesneden en dan naar buiten gevouwen. Ja. Dus dan krijg je een mooie flap die je open kan maken. Ja. Nou, dat gaan we bij de andere kant ook doen. Zorg dat je vingers uit de weg blijven. Scherp mes. Het mes is echt heel erg scherp. Ik heb hier wat knoflook gesneden. Oh, dat rook ik. Ja, knoflook en die heb ik gemengd met wat olie. Dus ik zit heel onhandig voor jouw neus, maar dat ja, moet. Dat is geen probleem. Die gaat er lekker overheen. Mm. Heerlijk. Nou, en dan doen we er nog wat rozemarijn overheen. Want ja, de knoflook en rozemarijn, dat is zo'n gelukkig huwelijk. Dat is echt super. Okay. Die doen we er overheen. Nou, dan gaan we hem weer in zijn oude vorm oprollen. Hopsakee. Ja. Dan natuurlijk peper en zout eroverheen. Waarom, dus dat rode peper, maar hij kleurt namelijk rood. Dat is Himalaya zout. Oké. Okay. Die heeft een beetje inderdaad die roze gloed meegekregen. Mm-hmm. Nou, en als laatste doen we er nog wat gestampte korianderkorrels overheen. Dat is echt de laatste jaren heel favoriet, hè, koriander. Ja, 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 het is gewoon ontzettend geur, ontzettend veel geur geeft het af. Nou, dit gaat dan 3 uur in de barbecue, maar... We hebben natuurlijk een beetje voorwerk gedaan. Hiep, hiep, hiep. Barbatrick. Dus, kijk. Pas op je hoofd. Zo komt hij eruit. Zo. Nou, dan moet je... Kunnen mensen thuis natuurlijk niet ruiken. Ik ga ruiken. Maar hier ruik je echt die heerlijke barbecue geur. Ja. Je komt daar meteen naar boven toe. Heerlijk. Nou, dus heerlijk. Dan zie je dat touwtje waar we mee hebben opgewonden. Ja, over dat touwtje. Ik heb ook wel eens zo'n ding gekocht. Om maar oneerbiedig te zeggen. Mm-hmm, mm-hmm. En dan zat ik altijd... Hoe moet dat met dat touwtje? Ja. Nou, ga je uitleggen? Ik had het willen laten zien. Oh, oké. Okay. Maar ik ben het touw vergeten. Oh. Dus ja, daar moeten we maar een keer voor terugkomen. Okay. Het is echt super simpel. Ja? Maar ja, dat is net, je moet het even een keer gezien hebben. Maar kun je iets over zeggen? Of is dat te moeilijk? Ja, om ik kan het wel, maar dat wordt heel cryptisch. Als nee, ik maar, het dan voor ga doen. Nee, met snijden bedoel ik. Touw zit erom. En zo bedoel je? Ja, en dan zit je. Je hebt een kant-en-klaar thuis en dan heb je altijd dat touw. Het is altijd. Ja, dat touw blijf je altijd. Dan maak je eerst helemaal los of wat? Ja, ik zou het helemaal losmaken. Oh, oké. Okay. Kijk, en dan, want als het goed gaar is, dan blijft het vlees toch wel in zijn vorm zitten. Ja. Kijk, en dan kun je hem zo uitkleden, zeg maar. Ja. Kijk, en als er een touwtje blijft zitten, vind ik ook helemaal niet zo erg. Laat zien dat je het zelf hebt gemaakt. Ja. En als je het niet zelf hebt gemaakt, dan lijkt het misschien toch net zo. Lijkt ook zo. Maar in een restaurant krijg je hem absoluut zonder touwtje. Ja, dat is wel. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, en dan kunnen we hier mooie plakken van gaan snijden. Kijk, en dit kun je dus ook prima voorbereiden van tevoren. Plakken van snijden. Ja. En dan even opwarmen in de olie. Of in de, ja, in de olie oven. Of in de oven. Of in de jus die we hier klaar hebben staan. Dat ga ik dadelijk doen. Ja. Ja, dan heb je echt een top hoofdgerecht. Nou, het ziet er super uit. Het ruikt ook heerlijk. Ja. Wij komen zo meteen nog bij je terug. Want jij gaat weer verder met een ander gerecht nu, hè? Heb ik begrepen? Wat? Ja, ik heb... Ja, uitleg, dat doen we dadelijk, maar jij gaat een nagerecht of wat ga je maken? Nou, het nagerecht niet, maar we hebben wel een hele speciale wijn voor straks. Nou, straks dus, meer over de wijn. Wij gaan naar Claudia buiten. Oké. Okay. Tot zo, Niels, dankjewel. Ja. Ja, ik sta een beetje te... Oh, ik sta daar precies in de rook. Ik denk al wel ruik nou. Ja, zijn we aan deze kant? De live televisie, ja, dan krijg je dat. Joost en Jessie, Jolene heeft jullie net al wat meer verteld, gevraagd over het toneelstuk. Maar ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar jullie toneelgroep. Hoe lang spelen jullie al toneel? Ikzelf? Ja. Ik speel voor het 5e of 6e jaar dat ik meedoe. Voorheen ben ik met KPJ-toneel. Dat is ook al tientallen jaren bekend geweest in Liemde. En nou dit jaar met onze nieuwe naam Toneelclub Liemde. Oké, dankjewel. En jij, Jessie? Nou, dit is echt mijn eerste jaar. Dus ik ben heel even benieuwd hoe het gaat zijn. Ja, dat geloof ik. En uit hoeveel leden bestaat jullie toneelclub? 8.
spelers in ieder geval. Oké, de spelers zijn er 8. En zijn jullie nog op zoek naar nieuwe leden? Nou, we kunnen altijd mensen gebruiken, zowel voor als achter de schermen. Er is ook geen leeftijdsgrens meer, net zoals voorheen wel het geval was bij KPJ Toneel. Dus alle leeftijden zijn ook van harte welkom. En ook organisatorisch kunnen we zeker mensen gebruiken. Ja. Oké. En wanneer repeteren jullie dan zoal? Wij repeteren altijd op maandagavond om 8 uur. En dan daarna sluiten we vaak nog af, een gezellig drankje. Dus dat is altijd eigenlijk wel heel gezellig. En zijn jullie momenteel nog met speciaal bezig of is het Charles Dickens is in deze periode hetgeen waar jullie mee bezighouden? Nou, 12, 13 en 14 januari dan hebben we een avondvullend stuk in het Hof van Liemde, een komedie. En daar zijn we nou druk mee aan het repeteren. Ja, daar zijn jullie natuurlijk druk mee bezig. Toevallig dat we nu Charles Dickens kleding aan hebben in de kerstsfeer. Maar we hebben eigenlijk een heel leuk toneelstuk waar we aan het oefenen zijn. Ja, ja, helemaal goed, daar kan iedereen naar gaan kijken. Ja. Ik adem ontzettend veel rook in. Oh, ja, heerlijk hè, zo'n vuurtje. Ik ga er even voor door, sorry camera. Want ik ga ook het koor nog even wat vragen. Het klinkt prachtig, heren, mensen. Goeiedag. Prachtig, prachtig. Wij gaan jullie straks ook nog in vol ornaat nog horen. Maar ik ga jullie ook nog even, ik ben ook wel nieuwsgierig. Want zijn jullie nou een groep vrienden of zijn jullie door dit koor bij elkaar gekomen? Hoe mag ik jullie zien, zeg maar? Nou, we zijn een kamerkoor. En we zijn ook, het is ook begonnen als een koor. En later is het hebben we een goede dirigent erbij gekregen. Toen werd het meer kamerkoormuziek. Maar we zijn ondertussen wel heel goede vrienden van elkaar. Het is echt een grote vriendenclub eigenlijk. En hoe lang bestaan jullie dan al? We hebben afgelopen zomer ons 25-jarig jubileum gevierd. Met een heel mooi concert op 17 oktober. Oh, geweldig, geweldig. En nu staan we hebben vanavond natuurlijk de kerstuitzending van Dommeland Live. Hebben jullie nou ook speciale kerstgelegenheden zeg maar, waar jullie naartoe gaan, waar jullie muziek maken? Nou, we hadden een kerstconcert op zaterdag in de kerk in Lennesheuvel. Maar we hadden vrijdag al kerstconcert in een zorgboerderij in Schijndel. Vandaag hebben we al 2 optredens gehad, kerstvieringen gehad in Es en bij Molenweide. Dus, en zaterdag gaan we nog zingen bij De Kleine Aarde, ook als voor de kerstavond. Oké, dus jullie zijn ruim voorzien in de optredens. Daar is geen. En nog een kerstmarkt. Dus jullie zijn. Jullie kunnen je hartje ophalen. En buiten de kerst om, wat is dan jullie repertoire? Ratatouille. God, wat zou de naam? Ik wou net zeggen, waar komt de naam vandaan? Nou, mijn antwoord daarop heb ik ook. Ratatouille is eigenlijk een Frans gerecht met verschillende groenten: hè? Aubergine, courgette. Van alles en nog wat. En ons repertoire is ook heel divers, van vroege middeleeuwen tot moderne liederen. Ja. Klassiek, licht, modern, eigenlijk alles. Van alles wat. Ja. Helemaal goed. Dankjewel. Wij gaan weer naar binnen en zorg even dat het vuurtje opnieuw aanstookt, want het is koud. Zo, goed. Terug naar jou, Jolene. Ja, nou dat is hartstikke gezellig daar buiten en heel mooi. Ik moet eerst even iets recht zetten, want mijn goede vriend boswachter Frans die vertelde dat ik me versproken had. Want ik had per ongeluk in plaats van uitbater bij Mark gezegd uitbuiter. Nou, dat is echt heel erg. Dus Mark, bij deze, je bent natuurlijk een uitbater hè. Inmiddels op de bank boswachter Frans Kapteins, nou die kennen we allemaal. En Caroline van der Hoeven, presentator bij Boksel natuurlijk. Is natuurlijk super leuk wat jullie doen. Jullie maken een prachtig programma. Boksel natuurlijk, er zijn al een aantal afleveringen geweest. Ik stel voor, ondertussen komt Claudia ook binnen, dat we samen eens een stukje gaan kijken van Boksel natuurlijk. We hebben hier overal bomen gezien met van die oranje strepen. Net zoals daar, ja. Nou, die moeten om, zei jij. Ja. Maar deze is
Zeg maar, de natuur heeft al een handje geholpen. Ja, die heeft hem door het midden gekliefd. Ja, dan moet hij nog weg, want hij staat te dicht op die sloot. En die sloot zal waarschijnlijk watervoerend zijn. Ja. Maar deze is van hierboven uitgevallen. Je kunt al zien dat deze populier, want het is een populier waar tegenaan staat te kijken. Ja. Nou, helemaal bovenin, daar zie je al tonderzwammen zitten. Ja. Een tonderzwam is een parasiet. Die vreet de boom dus op. En ja, dat is allemaal verrot daar. Je kunt ook een klein beetje zien. En door de storm van de afgelopen weken is hij natuurlijk, zeg maar, wap, opgevallen. En heeft hij die boom mooi in het midden gespleit. Breekt hij zo af? Die is gewoon afgebroken door de storm. Ja, gewoon naar beneden gevallen en krak. Daarom zeg ik altijd, pas op als het stormt in de bossen. Het kan gevaarlijk zijn. Omdat zeg maar zulke takken, maar kijk wat tak dat het is, naar beneden kunnen vallen. Ben er gewoon, dan ben je klaar. Nou, dan zie je wel aan zo'n eik, want die is helemaal door midden gekliefd. Maar waarom heeft deze geen oranje streep als die toch doodgaat? Nou, omdat in het bos is het heel belangrijk om ook dood hout te laten staan. Ja. Kijk, als alles op de grond ligt, al dood hout, dan zijn bepaalde organismen die daarvan eten. Maar staand dood hout hebben we eigenlijk nog te weinig in Nederland. Omdat alles, zeg maar, vanuit een productiebossysteem komt, hè, dus geplant om te oogsten, is het heel belangrijk dat er ook staand dood hout is. Denk eens aan spechten, aan boomklevers, aan boomkruipers. Ja. Allerlei soorten dieren die afhankelijk zijn van staand dood hout, waar ze dus holtes in kunnen maken om daar een nestjes te maken. Dat doen ze niet in levende bomen dan? Dat doen ze niet. Nee, dat kan niet. Hè. Een levende boom is daar veel te hard voor. Een eik is sowieso te hard. Ja. En in levende bomen doen ze het vooral daar waar de tak is afgebroken. Daar is ook doodhout en daar hakken ze dan in. Dus in niet in het levend materiaal van de boom, maar in het, zeg maar, in het dode materiaal van de boom. Okay. Daar hakken ze, zeg maar, hun gaten in. We leren er wel ontzettend veel van. Wordt dit al binnen de basisscholen al geïntroduceerd? We hadden vroeger altijd, hoe heette dat ook alweer? Ja. Dat journaal. Dat is er nog steeds. Ja, jij zit er helemaal in. Ja? Maar zijn jullie daar al onderdeel van? Nee, nog niet. Maar dat komt nog wel. Hè. Daar gaan we voor. Dat wordt ons volgende doel. Ja. Precies. Carlijn, kom maar. Oh ja, even nog wat meer. Nee, laten we dat niet doen. Waar komt de passie voor de passie vandaan om dit te gaan doen? Om dit te doen. Het komt niet echt voort uit passie, maar meer uit nieuwsgierigheid. Want ik heb eigenlijk niet zo heel veel met de natuur. Dat had ik eigenlijk niet, moet ik zeggen. Maar ze hadden mij gevraagd of ik dit wilde doen. Toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Kijken of ik het leuk vind. Ik vind het toch eigenlijk wel heel interessant. Frans, je kan hartstikke mooi over de natuur vertellen. Dus je wordt er heel enthousiast en nog nieuwsgieriger van. Dus. Ja, dus het is wel goed gekomen met het niet zo van de natuur. Zeker, naar, zeker. Wel, ja, de natuur. Absoluut. Maar mooi. Nou heb ik uit betrouwbare bron gehoord dat jij niet zo'n ochtendmens bent. Ik heb niks gezegd. Ja, algemeen bekend. Dat moet wel, als jullie in de ochtend gaan. We kennen die betrouwbare bron heel goed. Zo vaak vermoeden. Om eens eventjes misschien toch even. Ik vind het juist leuk dat Carlijn niet zoveel ervan af weet. Ja. Want dat is juist voor de kijker leuk. Want ik bedoel, ons ga ik te ver in mijn vakje rond. En zij haalt me regelmatig terug uit die lucht waar ik wel in zweef. Haalt ze me terug op de aarde van vertel nou eens waar het over gaat. Ja, ja. Oké. Okay. En dan komen er best wel heel wat vragen naar boven. Zelfs in de ochtend. Ja. Want laten we wel eens. Ik wil het toch even over dat niet-ochtendmensen zijn. Ja, ik dacht, ik ga dan voorbij. Maar het probeert jou wel te redden. Maar dan kom je bij mij echt niet. We zijn een echt team, dat zie je wel. Hè. We zijn echt team. Ja, precies. Dus jullie hebben het zelfs in de ochtend wel gezellig. Ja, absoluut. Zeker. Ja, hoor. Dat valt af en toe niet mee om haar wakker te krijgen. Maar meestal gaat het toch wel goed. En nou begrijpt Carlijn ook wel dat in de ochtend juist de mooiste plaatjes te schieten zijn. Want Berend, onze cameravrouw, een topvrouw, die wil ook liefst altijd in de ochtend. En nou, ik ben ook een ochtendmens, dus ze zal moeten winnen. Ik moet gewoon meebewegen. En nu heb ik nog geluk, hè, want de zon komt nu pas rond 8 uur op. Maar ik vrees dat van de zomer weer gewoon 6 uur paraat is. Ja, aan de bak. Dan kun je op tijd weer eruit, inderdaad. Maar het klopt, s'morgens vroeg heb je inderdaad mooie licht, inderdaad. Frans, daar heb ik gehoord dat jij boswachter in rusten bent. Zit jij inmiddels dus achter de geranium? Nee, die heb ik niet. En boswachter in rusten, dat vind ik heel... Ja, ik ben met vervroegd pensioen, maar er zijn ook heel veel klusjes die ik tussendoor nog doe. En ja, die natuur die blijft altijd trekken. Ik heb nu meer tijd voor boksen natuurlijk om me voor te bereiden. Mm-hmm. Daarbij maak ik ook regelmatig vlogs voor Dommeland. Ja. En dat doe ik ook voor nog wat andere partijen. Dus ja, ik ben altijd bezig. Alleen nou zijn er een aantal dingen bij die niet meer moeten. Weet je wel, ik mag het doen. En ik heb geen overleg meer en geen vergaderingen meer. En al dat gedoe, weet je wel, aan tafel zitten 3 uur, terwijl je 1 uur ook klaar bent met vergaderen. Ja. Dat is voorbij.
Heerlijk. Dus dat is echt lekker. Ja, ja, dat geloof ik. Maar jij had het net al heel even over de vlog. We gaan er naar kijken, want je hebt nog weer eentje gemaakt voor ons. Deze vlog voor Boksel. Natuurlijk ben ik heel eventjes buiten de grenzen gegaan. Eigenlijk een beetje stout, want ik ben ver buiten het gebied. Ik sta in het Nationaal Park Loons en Drunense Duinen. Maar ik wilde toch bij deze vroege ochtend met lekkere koude, zo'n ongeveer min 1 graden, dit prachtige gebied even aan jullie laten zien. Ik ga even een rondje draaien met de camera. Ja, dit fantastische gebied kent natuurlijk ook elke boksenaar, want er zijn al veel boksenaren hier geweest. Maar ik dacht, ik ga vandaag eens een keer buiten mijn boekje en dit eens laten zien. Zeker op het einde van het jaar. En ik wens alle mensen van Dommeland, en zeker de mensen die naar Boksel natuurlijk kijken, of Frans natuurlijk, hele fijne dagen, hele gezellige dagen, een mooi oud en nieuw en een voorspoedig 2017. En we gaan met Boksel natuurlijk nog vele mooie films voor jullie maken. En ik hoop dat jullie met plezier kijken. Tot dan! Mooi gedaan, Frans. Dank je wel. Graag gedaan. En je hebt er ook echt een stem voor. Dank je wel. Ja, ja, dan heb je zoiets. Oh, dat is echt zo'n boswachter waar je mee wilt gaan wandelen. Ja, dat gaan we toch een keer doen dan. Ja, dat hebben we helemaal een keer gedaan. Ja, ik wou zeggen. Superleuk om te doen. Ja, echt heel leuk. Frans, Caroline, jij komt dadelijk nog een keer heel leuk aan bod, al zeg ik het zelf. De Tour de France komt eraan. Vertel. Ja, toen ik met vervroegd pensioen ging, is er een afscheidsfeest georganiseerd. En toen vroegen ze mij wat voor een cadeautje ik wilde hebben. En ja, ik wist het eigenlijk niet echt. En toen zeiden ze in één keer tegen mij, we willen jou een uitkijktoren geven. Want je hebt al een paar keer geroepen, je hebt uitzicht op een nieuw stuk leven. Een nieuw stuk begin van een ander leven. En we willen jou een uitzicht geven naar zeg maar, het veld waar je altijd rond hebt gelopen. Dus we willen jou een uitkijktoren geven. En toen bedacht een collega van mij daar een naam bij. En die noemde dat Tour de France. Maar dan Frans zoals mijn naam is. En niet de Frans. Ja. Hè? Ja, 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 ja. Dus ja, en dat is toch wel bijzonder hoor. Dat natuurmensen dat aan mij doet. Alleen er zat één klein nadeeltje bij. Ik moest er zelf gaan crowdfunden. Want ja, dat deed ik toch altijd voor de andere mensen. Dus ja, natuurlijk. Ik had mijn grootste netwerk achter me. Dus ja, vandaar dat ze zeiden, doe jij dat maar. Okay. Dus zodoende is dat gebeurd. Oh, wauw. Zo. Wat ziet er dat mooi uit. Dat lijkt wel een echt bos. Prachtig. Ja, de zon. Ja, de zon van net. Dankjewel. Wauw. Echte kunstwerk. Nou, echt, absoluut. Hè? Heel mooi. Ja, Caroline, ik zou zeggen, als je klaar bent. Oké. Tour de France, uitkijktoren, zelfde crowdfunding. Dat lijkt me helemaal niet leuk om te doen voor jezelf. Dat was het ook niet. Maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, kijk, ik heb het gewoon gedaan. Heel spontaan, ik doe het maar gewoon, weet je wel. En ik kreeg zoveel leuke reacties dat wat niet meer leuk was eigenlijk in het begin, wat ik dan dacht. Dat ging zo voorbij, want iedereen reageerde zo spontaan. Ja. En aan Waterschap de Dommel en de gemeente Boksel. En ze kwamen allemaal op me af. Dus en binnen mum van tijd, ja, binnen 2 maanden was het bedrag in orde. Dus dat was echt fantastisch. En wanneer is het zover? We gaan begin januari gaan we praten over hoe de constructie eruit gaat zien. En dan hopen dat die zeg maar half 2017 er staat. En waar precies? Want dat op Banesveld. Ja. En waar we onze laatste zeg maar, opname van Boksel natuurlijk ook hebben gemaakt. Op de plek waar nu die houten toren staat die helemaal verrot is. En zo, hè? Ja. Nou, spannend. Ja, dat is wel spannend. Maar dan Boksel natuurlijk is erbij. Of Omroep Dommeland, dan zien we nog hoe dat we dat doen. We zijn er hoe dan ook bij. Koor wilde ook al komen zingen, Ratatouille. Dus het wordt heel feest daar. Nou, misschien komt Niels wel koken. Ja, dan maken we daar gewoon opnieuw opnames. Heel leuk. Leuk op Frans. Even voor jou. Een hele andere vraag, want jij bent wild van de top 2000, hè? Ja, absoluut. Dat vind ik zo geweldig. Heb je gestemd? Ja. Ik was heel vlug erbij. Okay. Ik ben zelfs in Liemt geweest om te kijken, de start, want dan vond ik toch wel... Ja, kijk, dat is nou weer omdat het kan. Ja. Voorheen moest ik dan denken van ik moet nog even naar het werk toe. Nu kon ik daar even naartoe gaan. En ik heb heel vlug die top 2000 ingezonden. Mooi. Ben je blij met de resultaten? Nou, in ieder geval een aantal dingen zijn wel goed. Lord of the Ages van ons gezin is weer iets gestegen. En een aantal nieuwe nummers staan erbij. Samen met een aantal biologen hebben de Pixies erin gekregen. Ach. Nou ja, goed. Ik ben in ieder geval heel tevreden. Ach, wat leuk. Ja. Ik ga even naar Caroline. Want Caroline is inmiddels, als ik gebruik mijn eigen woorden, maar toch wel een behoorlijk bekende blogger.
geworden. Ja. En timmert aardig aan de weg. En ja, ik lees ze met smaak. Ik ben hartstikke bevooroordeeld misschien, maar ik lig helemaal in een stuip. En ja, jij schrijft herkenbare en humoristische stukjes, Caroline. Ja. Waar komt dat vandaan? Oeh, nou, dat is wel een passie, schrijven. Ja. Ja, dus ik weet niet, dat zit gewoon in me of zo. Het kost mij ook niet zoveel moeite. Dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar nee. Ik maak iets mee. Dat kan van alles zijn, zwemlessen, iets met mijn werk, sporten, noem maar op. Dan denk ik, oh, dat zit al in mijn hoofd en dat moet eruit. En dan, ja, dat rolt dan zo mijn toetsenbord af. Ja, wat leuk. Nou, we hebben een stukje, is er uitgekozen. En aan mij de... Ja, breng het met smaak. De moeilijke taak om dat... Ja, want als je ze leest, dat is echt even anders. Als je ze leest, dan gaat dat heel anders in je hoofd. Maar ik ga vreselijk mijn best doen. Het is een klein stukje uit een column en heeft iets te maken met de zwemles. Ik ga mijn best doen. Mijn vrijdagmiddagen, wanneer de zwemles plaatsvindt, zijn het toppunt van stress. Het begint al met het gevecht op het schoolplein. Nee, je kunt niet spelen bij een vriendje. Je moet naar zwemles. Elke week weer. Eenmaal thuis van school drinken we wat, worden de spullen gepakt en vertrekken we richting het zwembad. En in het zwembad is het 330 miljoen graden. En ik zit met één kind dat niet meewerkt. En één peuter die de peuterpuberteit een nieuwe lading geeft op dat soort momenten. Zelf noem ik het peuter-exorcisme. In de fucking hete kleedkamer kleed ik mijn zoon uit en praat ik in lettergrepen. Werk alsjeblieft mee. Luisteren. Schoenen uit. Ik herken het. Ik zweet me kapot en ga met een knalrode kop en van die blauwe plastic schoentjes mee het zwembad in. De eerste 5 minuten van de les mogen we meekijken. En dat doe ik graag, mits de jongste thuis zit. Want die krijgt nu alles bij elkaar, ik ook wemmen. Na die 5 minuten worstel ik met tegenstribbelende dochter naar de kantine. Ja, ik herken er heel veel van. Ja, heel veel ouders. Ja, die weten, oh ja, verschrikkelijk, de zwemlessen. En dan, het waren erge momenten. Ja. Zijn van die noodzakelijke dingen. Ja, noodzakelijk kwaad, precies. En dan vooral met een peuter van 2, bijna 3, die dan... Ja, mee moet en moet stilzitten. En nou ja, goed. Dan heb ik weer gesprekstof. Ja, en ik merk ook aan de reacties, want jij... Want waar plaats jij ze? Je hebt, ik heb gewoon mijn eigen blog op carolijnschrijft.nl. En daar zet ik af en toe iets op. En daar zijn ze allemaal te lezen. Nee, zijn ze ook Frans? Nee, nog niet. Nee. Frans. Ik ben heel eerlijk. Ik ga er aan beginnen. Ja. We gaan van de week weer opnemen en dan ga ik jou even de must-reads doorgeven. Oh, dat is goed. Ja. Waar gaat je volgende stuk over? Heb je al inspiratie of is nee, het al nog, in nou, de ik pin, moet, want ik ben op basis van die blogs ben ik gevraagd door de Mooi Bokselkrant om daar ook columns over voor te gaan schrijven. 1 keer per maand. Dus ik moet nu iets gaan schrijven over feestdagen stress. Dus, heb jij die? Ja, het loopt altijd anders dan ik het bedenk. Zeg ben maar. Jij een control freak? Ja, ja best wel. Ja, toch wel. Maar dan loopt het altijd weer anders. En, nou, dus daar ga ik over schrijven. We wachten met smaak af dan. Ja. Hè? En Frans, ik weet eigenlijk helemaal niet of je dat nou net gezegd hebt. Waar gaat de volgende aflevering Boksel natuurlijk over? Nou, dat weet ik nog niet, want ik wacht even het weer af. Oké. Okay. Dat bespreek ik ook al van tevoren af. Vlak van tevoren zet ik mijn WhatsApp groep. En daar zet ik eventjes in van weersomstandigheden. Dan gaan we daar naartoe. Ik denk naar Eikenhorst, maar ik weet het nog niet zeker. Want de temperaturen gaan weer omhoog. Oh, ja. En het is natuurlijk 's morgens leuk als die vorst op die velden is. Dan is zo'n gebiedje mooier. Ja. En als het dan wat minder is, dan moet je misschien een meer opener gebied hebben. Dus ik woensdag dan krijg je zo'n WhatsAppje van mij. Morgen vroeg om 8 uur, 9 uur staan we klaar. Daar en daar verschijnen. Ja, in alle vroegte. Ja. Ja. En wat tot slot. Roel is, zorgt voor het geluid, hè? Ja, soms niet hoor, want soms kraakt het aan alle kanten. Roel.
Nou, dit ziet hij, dus dat hoort ik. Maar jullie hebben een leuk clubje, Berend. Ja, en, ja, absoluut. Ja, die maakt echt prachtige edits en hele mooie beelden. En volgens mij hebben jullie heel veel plezier. Ja, daarom met Roel, Berend en Carolijn en mezelf. We hebben altijd lol en het is ook heel gezellig. Maar we zijn allemaal ook professioneel bezig. Ja, iedereen op zijn taak geweten en geluid en camerabeeld. Nou, presentatie is ook fantastisch altijd. Kun je ook zien aan het eindresultaat. Ja, we hebben veel lol. Ja. Nou, genoeg mooie plekken om te filmen en... heel erg tof dat jullie hier vandaag waren. Ik zou zeggen, geniet dadelijk lekker van de zalm allebei. Dank je wel. En we zien jullie straks, want wij gaan zo meteen lekker naar buiten. Naar buiten. Lekker naar buiten. Lekker naar buiten. Weet je hoe koud het is buiten? Ik weet het. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want we hebben ondertussen ook nog een andere boodschap van onze eigen burgemeester Mark Buijs. Laten we hem instarten. Ja, dames en heren, ik heb net zitten vertellen hoe geweldig ik 2016 ervaren heb. En ik ook gemerkt heb dat we met z'n allen hier in Bokstel gewoon een paar stappen vooruit gezet hebben. Ook met heel veel plezier met elkaar. Maar er zijn ook andere verhalen op de wereld. En dat is het verhaal van de mensen die misschien dit jaar ook iemand verloren hebben. Of die de laatste jaar iemand verloren hebben. Die toch ook met kerst... zitten en die mooie kerst tegemoet willen gaan, hè, wat toch gewoon een geweldig feest is, maar die toch even iets anders erin zit. En wat ik al vaker gezegd heb met de kerstboodschap, er zijn heel veel mensen die eenzaam zijn of mensen die verdriet hebben. En heb daar oog voor. Probeer elkaar te helpen. Kerst is nou net zo'n feest waarin we kunnen laten zien dat we iets met elkaar op hebben. Laten we dat op die momenten en bij die mensen dan ook eventjes doen. Dan weet ik zeker dat we met z'n allen dit jaar nog niet afgesloten hebben, maar nog een mooie kerst gaan krijgen. En daarnaast nog een prachtig oud opnieuw gaan krijgen. En ik heb het volste vertrouwen dat we met elkaar in 2017 weer heel veel gaan presteren en heel veel leuke dingen gaan doen. Maar vooral ook heel veel plezier met elkaar gaan beleven. Bedankt. Ja, we zijn weer terug bij Niels, want we gaan de laatste hand leggen aan het kokkerellen. Ja. Niels, vertel even. Ik wil eerst wat anders van je weten, want waarom ben je kok geworden? Was jij vroeger nou al met jullie mam aan het koken, dat je zegt zo van nou, dat doe ik anders wel? Ja, eigenlijk is dat wel zo. Ja, dat is eigenlijk precies ik zoals het is. Ik verzin dat hier nu te plekken. Ja, nee, zo is het. Ik vroeg een keer, mag ik mee, we begonnen mee met een stampotje en een pan spaghetti en dat soort dingen. Ja. En dat is gewoon een hobby geworden. Hè? Gewoon lekker kokkerellen thuis voor vrienden. Maar inmiddels is het een beetje een uit de hand gelopen hobby eigenlijk. En, maar ben jij dan ook altijd degene die thuis kookt? Of laat je dat toch wel eens ook nog aan anderen over? Ja, inmiddels werk ik veel 's avonds. Dus met mijn vriendin veel voor zichzelf koken. Oké. Okay. Maar als ik thuis ben, dan kook ik wel. Dan kook je het toch wel. Oké. Okay. Ja. Goed, nou laten we het over het heerlijk eten hebben. Want er staat hier echt van alles al klaar. Ja. Vertel, wat heb we hebben het dus net gehad over die chogia-bietjes. Ja. Hè? Dus die rauw zien ze er zo uit. Ja. En ik heb vanmiddag al wat voorbereid. En dit is hetzelfde bietje. Oh, maar dat kleurt dan... het helemaal in. Ja, kleurt hartstikke mooi, hè? Ja. Nou, op dezelfde manier hebben we ook wortels klaargemaakt. Dus die hebben we in een vacuümzak gedaan. Ja. Daar hebben we jus d'orange op gedaan. Ja. Beetje olie, peper en zout. En dan lekker langzaam in een waterbadje. Lekker langzaam gaan laten worden. Ik hou je mooie smaak erin. Yeah. Hou je mooie kleur erin, zoals je ziet. Ja, ja, zeker. Nou, verder hebben we nog een aardappelomeletje voorbereid vanmiddag. Yeah. En natuurlijk het vlees van de barbecue. Ja. Kijk, die heb ik warm gemaakt in de jus. Ja. En van die rozemarijn die ik net over had, had ik nog wat takjes. Dus, hè, die zijn afgeritst. Ja. Yeah. Heb ik erin gedaan, dus die smaak kan er ook lekker in trekken. Ja. Yeah. Nou, die jus die is in de vlees getrokken. Die hebben we nog een beetje extra erbij gedaan. Om het helemaal af te maken. Geweldig. Super sappig. Het ziet er ontzettend mooi uit. Nou hadden wij heel even voor de show hebben we het gehad over alcohol. En over alcohol. Drank. Ja. Jij ging mij daar ook nog wat het een en ander over vertellen. En ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb net een heerlijk wijntje geproefd. Ja, deze is echt te gek, hè? Ja. We hebben echt geluk met onze wijnleverancier. Okay. Want die denkt zo goed mee. En die weet ook precies wat wij leuk vinden. Wat we leuk en lekker vinden. En wat de gasten leuk en lekker vinden. Dus daar hebben we echt geluk mee. Verder hebben we bij het vlees nog een Bulgaarse rode wijn. Ja. Daar zal ik nou verder niet al te veel over vertellen. Nou, Moet je maar een keer komen proeven dan. Kom maar een keer naar Liemt. Dat is afgesproken. Ja? Ja, dat is afgesproken. Wat ik nou nog voor vanavond heb, is de specialiteit van Joep. Oké. Joep Bolij. Oké. Die heeft Kartuizen wijn gemaakt. Kijk. Heeft hij allemaal in dit soort leuke flesjes gedaan. Oké. En die gaan we daar met z'n allen even proeven. Vind ik wel. Dat is een rode wijn en daar zit... honing in en chartreuse en
En specerijen, sinaasappel, kaneel, sterrenijs, alles zit erin. Yeah. En zeker op zo'n avond als nu, als het echt koud is, je wordt gegarandeerd warm van. Ja? Ja, dat is echt nou, heel dan vind ik dat wel heel goed, want ik heb net even buiten gestaan. Het is koud buiten. Het is koud. Het is koud buiten. Nou, ik ben hem nou even aan het warm maken. Heel goed. Kunnen we die zo meenemen? Want we gaan het een en ander mee naar buiten. Nee, we gaan dadelijk naar buiten. We gaan het een en ander meenemen. Kunnen we ook van het eten nog wat meenemen? Ja, ik zou zeggen, zullen we nog even een bordje afmaken? Laten we dat doen. Laten we dat doen. We hadden nog het worteltje ligt er al op. Ja. Komt er nog een stukje vlees bij. Kijk, dan hebben we hier natuurlijk die jus. Ja. Die echt die lekkere rozemarijnzuur, die kan er nog overheen. Zit en dan als klapper op de vuurpijl. Oké, ja. Wat is dat dan? Krokante rijst. Krokante rijst? Krokante rijst. Zorg nog lekker voor een klein knispertje zo erbij. Het ziet er maakt nog wel het extra lekker. Die horen nog wel wat van die bietjes bij. Ja, die zijn hier nog wel een paar. Ja, maar laten we, anders, je weet nooit, hè? Als iemand zegt, maar ik heb geen bietjes, ja, dan krijg je het. Nee, dat moeten we niet. Dat moet je niet hebben. Geen praten over. Nee, moeten we geen praten over. Wat nemen zal we mee? Ik die pakken? Pak jij die? En dan pak jij die. En pak ik die? Ja. Gewoon hebben we buiten al klaar. Hè? Is daarop bedacht? Ik heb ze klaargezet. Heb je ze klaargezet? Ik heb ze klaargezet. Dan moet het geen probleem zijn. Jij pakt dat, ik pak die. En dan gaan we naar buiten. Jij hebt geen geluid meer. Dus mensen kunnen je niet meer horen. Ja? Ja, en ik sta hier inmiddels buiten waar het al heel gezellig was, maar steeds gezelliger wordt. De champagne is erbij gekomen, het vuurtje is lekker warm, Frans. Ja, heerlijk. Het is weer eens anders buiten zijn, hè? Ja, dit is een gezang en geen vogelgeluiden of vleermuizen zien. Dat is heel iets anders, ja. Dat is ook mooi. Ja, absoluut, absoluut. Dat kan ook heel mooi zijn. Ik geniet ervan. Ja, mooi. Ik loop even naar Mark. Mark, we hebben het goed gemaakt, hè? Ja, zeker. Helemaal top. Er komen geen enge stukken over. Hoezo niet? Komt helemaal goed. Ja, nee, was ook absoluut niet zo bedoeld. Waar is Claudia? Claudia die moet nog komen. Ik ga even hier. Jullie zijn helemaal in Charles Dickens stijl. Is het leuk hier zo buiten bij het vuurtje? Ja, hartstikke gezellig. Hou je het vol met de kou? Ja, het vuurtje is nou opgestookt, dus het lukt goed. Ja, leuk. Leuk. Ik wou graag zeggen, iedereen, kom vooral kijken naar het stuk Schoonouders op 12, 13 en 14 januari. Want het wordt een hartstikke leuke komedie. Doe je goed. Ja, dat doe je goed. Claudia, ik ga even naar jou. Want jij staat hier in een heel dun jurkje. Ja, kom maar hier. Ik kom naar jou. Ja, dat ik kijk ook uit voor dadelijk. Het wordt hier heel mooi gezongen en er is lekkere champagne. Ja. Dus ik vind dat ze het heel mooi doen trouwens. Vind je prachtig. Ik vind dat ze het echt heel erg mooi doen. Ik heb Niels ook meegenomen voor het hapje eten. We hebben lekker een drankje. Nou ja, laat kerst maar beginnen toch? Helemaal super. Ja, wij lopen zo'n beetje tegen het einde van deze uitzending. Ja. Op 17 januari is er weer een volgende Dommeland Live. Ja. En voor nu willen we iedereen ontzettend bedanken voor het kijken. Heel hartelijk dank voor het kijken het afgelopen jaar. En wij gaan jullie allemaal heel graag zien in het nieuwe jaar. Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar. En ik zou zeggen proost. Oké, tot ziens. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.